Nou, Guus, het begint goed. Daar staat hij. Ja. Wij dachten, het is misschien wel leuk als jij een keer even in een hele, hele dikke BMW... Ja. Kan jij me vertellen welke het is? Kijk, kom maar kijken. BMW 840. Een 8-serie, daar heb ik nog nooit van gehoord. Hier. Dat zou wel goed zijn, toch? Hoe hoger, hoe beter. Ja, nou ja, kijk even naar de velgjes ook, hè. Ja, het cabrio-seizoen is een beetje voorbij, hè. Heb je cabrio ooit gereden? Nee, nog nooit. Ik heb ook geen idee hoe je dit ding openzet. Gaan we eens even kijken wat de BMW van Ladenhoven voor ons heeft klaargezet. Zo, hij is wel laag. Hoppateetje. Sorry, ja, ik ben een hele voorzichtige rijder. Ja, ben je een hele voorzichtige? Ja, zet je hem wel eens in de sportstand? Nee, echt nooit. Eerder zeg maar in eco. Dan doen we deze ook in sport. Sport Plus staat hij. Oké, maar dat werkt gewoon hetzelfde, heb ik ja, aan, ja, toch? Ja, het werkt gewoon hetzelfde. Dus je hoeft niet te schakelen of zo. Hij trekt wat harder op. Nou, laten we even een rondje rijden om te kijken of hij goed optrekt. Okay. Even gas geven, daar gaan we. Nou, dat is toch wel Dat is wel andere koek, inderdaad. Ja, maar jij rijdt dus normaal gesproken in Eco Pro. Ja, kijk, nou, laten we ik zal je even laten zien. Ik rijd normaal zeg maar gewoon in dit tempo. Ja. Zo. Is ook wel lekker, hoor. Ja, veilig. Wat voor een automan ben jij? Een automan? Nee, ik hou meer van lekkere SUV's waar je gewoon lekker hoog in zit. Ja? Eigenlijk. Wat rij je zelf? Zo. Ik weet het niet eens. Een hoge? Een hoge, ja. Volgens mij... X3? Juist, X3. Ja. Hoe ging dat eigenlijk? Heb je gewoon gezegd, nou maakt me dan niet uit? Of, Ik zei inderdaad, het maakt niet uit. Dus er stonden wat auto's. En ja? Ik heb die oude van Doan overgenomen. Ja, dus dan ga je naar BMW van Ladenhoven dan... Ja, dan hebben ze er een paar staan. Die eigenlijk al staan, zeg maar, van de spelers die vertrokken zijn of wat dan ook. En dan kan je gewoon een van die uitkiezen. Maar ik denk dat heel veel spelers natuurlijk gewoon zelf een auto willen samenstellen, maar dat hoeft er van mij niet zo. Nee? Ik moet zeggen, ik ben niet echt een auto gek of zo. Ik vind het wel leuk om te zien gewoon, maar het hoeft van mij niet, persoonlijk heb ik er niet heel veel mee zo. Hey Guus, waar woon jij? Ik woon in Amsterdam. Nog steeds, ja. Ik heb een appartementje in Eindhoven gehad, tot een week geleden eigenlijk. Oh. Alleen wij waren ons schema was zo druk. En elke keer als ik vrij was eigenlijk, dat was eigenlijk na een wedstrijd altijd, ja, ging ik altijd naar vrienden en familie, want ik ben in de Bijlmer opgegroeid. En dan ging ik naar Amsterdam toe. Dus op een gegeven moment was ik in 3-4 maanden tijd, was ik nog maar 5 keer in het appartement in Eindhoven geweest. Ja. En toen dacht ik van ja, je bent eigenlijk bijna alleen maar in een hotel. Ja. We spelen wedstrijd op wedstrijd, dus je leeft ook echt van wedstrijd naar wedstrijd. En, ik leef zo wat meer in hotel dan dat ik daadwerkelijk thuis ben. Oh ja, en toen dacht je van nou, dan is Amsterdam ook wel lekker. Want dat vind je niet vervelend? Nee, een tijdje iets voor mezelf vind ik wel prima. Want luister ik even lekker podcastje of zo, weet je. Daar heb ik niet zoveel moeite mee. Ja, wat voor een podcast luister je dan? Gewoon actualiteit podcast eigenlijk vaak. Ja. Hou je bezig met actualiteit? Ja, ik vind het wel belangrijk wat er in de wereld speelt, ja. Dat is natuurlijk veel belangrijker dan voetbal eigenlijk. Ja. Voor mij niet, maar over het algemeen wel. Ja. Dus vandaar. Hoe komt dat ben je zo opgegroeid? Of, ja, eigenlijk wel ja. Elke dag nieuws kijken, jeugdjournaal. Klokhuis heb ik eigenlijk elke dag moeten kijken toen ik klein was. Dus ik ben er eigenlijk wel eens met de paplepel in gegoten. Ja. Ja, je hoort ook veel jongens die zeggen van met het nieuws dat volg ik totaal niet. Wat ik ook kan snappen, want nieuws is vaak natuurlijk ook wel slecht nieuws. Ja. Er is vaker, veel vaker slecht nieuws. 1, omdat het beter scoort. En 2, omdat er op dit moment natuurlijk best wel veel dingen misgaan in de wereld. Kijk je daarna dan? Ja, niet best natuurlijk. Hopen dat het beter gaat. Alleen op het moment is het zo. En we moeten het met z'n allen oplossen natuurlijk. Of je het nou hebt over conflicten of klimaatcrisis, et cetera. Dat zijn die dingen waar je blij van wordt natuurlijk. Lijkt me ook wel raar voor jou om naar het nieuws te kijken. Nee. Ja, precies ja. Ja, daarom volg ik Rusland ook extra eigenlijk, omdat ik er nog een bepaalde band mee had, zeg maar.
Ja. Ik weet precies, als ik aan Moskou denk, dan heb ik er echt een beeld bij, snap je? En ik denk dat de meeste mensen dat niet hebben. Dus daarom dat ik het ook wel volg. Hoe heb jij het leven in Rusland dan ervaren? Ik moet zeggen, ik heb Moskou echt als een hele leuke stad ervaren. Echt een wereldstad. Ja. Alleen, zoals in elke grote stad, merk je natuurlijk wel groot verschil tussen arm en rijk bijvoorbeeld. Ja. En dat viel ook daar wel te zien. En ik woonde dan in het rijke gedeelte, dus dan ben je eigenlijk wel heel erg bevoorrecht. Ja. Dus ik moet me wel realiseren dat het niet alleen maar dat is in het gedeelte waar ik woonde natuurlijk. Ik weet nog dat we mijn werkvergunning moesten halen. Ja. En dat was dus in West-Moskou. En ik was in Oost-Moskou. Toen dacht ik, oh, dat is binnen Moskou. En dat was gewoon 4 uur rijden. Daar had ik even niet op gerekend toen. Nou ja, hoe ervaar je het spelen bij PSV in verhouding tot het spelen in Moskou? Nou, Nederland is natuurlijk in alles veel gemoedelijker en knusser. En al helemaal in Brabant. Ja, ja, dat is gewoon zo. Dat is een hele gemoedelijke, knusse sfeer. Ja. Dus in dat opzicht zijn er twee werelden van verschillen. Ja. Want Moskou is daarin veel... Hoe is de club daar? Als je kijkt naar PSV? Ja, heel anders. Ik ben natuurlijk Nederlander. Dus ja, daar was ik echt een buitenlandse speler, buitenlander. En ik begreep helemaal niks van wat er gezegd wordt, wat een tolk. En hier snap je alles, de inside jokes. En ja, snap je, binnen de club kan je met de mensen praten. Russen kunnen ook niet zo goed Engels. Dus ik moet zeggen dat het daar natuurlijk ook wel meer als werk voelde. Ben jij een jongen die ook veel op zichzelf is? Of ben je juist wel een team jongen? Hangt er vanaf hoe mijn humeur is. Ja. Maar over het algemeen ben ik wel een mensenmens. Wat voor een speler ben jij in de groep, denk je, bij PSV? Ik vind mezelf een goede speler. Maar ik denk dat iedereen dat van zichzelf vindt. En ik denk dat ik heel erg in staat ben om goals te maken. En ik denk dat dat wel een belangrijk aspect is in voetbal. Ik vind mezelf heel positief. Ja? Ja. Ik zal nooit verzaken. En hoe ben je in de kleedkamer? Hetzelfde. Ja? Ja. Ik hou wel van grapjes hier en daar. En ook plezier hebben naast het veld. Ja, ja. Toch? Op het veld serieus knallen, gas geven. Maar ik denk dat plezier maken ook overal. Het maakt niet uit wat je doet. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is. Wat voor een Guus zien wij in de kleedkamer als PSV 2-0 achter staat? Ja, maar dat is anders natuurlijk. Maar ja, dan ben je aan het werk. Of aan het werk dan. Ja, ja, eigenlijk wel. Dat neem ik hartstikke serieus. Dus dan ben ik niet blij natuurlijk. Maar ben je dan een speler die veel spreekt? Hangt er vanaf. Ik ben heel concreet. Dus ik zou niet veel praten. Ik zou niet veel schreeuwen. Zo zit ik niet in elkaar. Maar als ik concreet zie wat er aan schort, zou ik dat gewoon serieus zeggen. En ik denk dat er dan wel geluisterd zal worden. Als je naar je seizoen kijkt tot nu toe, wat voor cijfers uitgeven? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar niet top. Nee? Nog niet top. Omdat? Niet super slecht, niet top. Het is een beetje op en af. Ik probeer keihard te werken om het elke week top te laten zijn. Ja. Alleen dit jaar is het ook wel eens niet top geweest. En dat is een beetje tekenend voor dit jaar. Ja. Voor mij, ja. Maar ja, je weet hoe het is, een grillige wereld. Ja. Volgens mij ben je ook een hele nuchtere, relaxte gast. En, zeker, zeker. Ja. Ja, dus dan, in die zin past dat grillige niet echt bij mij. Je bent nou weer terug in Nederland. Mm-hmm. Feyenoord en PSV. Hoe zijn die verschillen? Ik denk dat bij PSV dat het iets rustiger is. Ja? Dat denk ik wel, ja. Ja. Hoe komt dat, denk je? Ja, dat vind ik moeilijk te verklaren. Misschien zit dat in het DNA van de supporters en van de club. Dat ze hier toch iets minder snel... Het zijn minder uiterste, snap je? Ja, wat ja. Ik bedoel? Ja. Oh, we zijn er, hè? Dekgeluk? Nee. Nee? Nee, ze hadden het niet.
Dus ik moet morgen terugkomen, want ze gaan bestellen. Maar we hadden het net over Feyenoord, PSV. Jij zei ja, dat zit misschien in de DNA. Het is hier wat rustiger. Ja. Hoe ervaar je dat bij Feyenoord dan? Was dat, Nou ja, bijvoorbeeld hier vandaag zo'n open training. Ja. Dan de supporters gewoon bij het cafeetje gaan zitten en zo. Dat kan bij Feyenoord niet. Dat nee? gebeurt niet, nee. Waar heb je je leukste tijd in voetbal even buiten PSV gelaten? Waar kijk je het mooist op terug? Ik denk het jaartje bij Feyenoord was natuurlijk wel voor mij persoonlijk heel mooi. Ja. Ook de Conference League finale gehaald. Ja. Dat zijn wel dingen die je blijft onthouden natuurlijk. Ook Nederlands elftal weer erbij gezeten. Dus ik denk dat wel een heel mooi seizoen was. Ja, want als Spartak Moskou voorbij komt, is misschien ook niet meteen de eerste... Nee, daarom. Maar ik heb het wel naar mijn zin gehad. Ja? Ja. Buiten voetbal om, hè? Ja, precies. Ja, heb je daar vrienden over wel in Russen? Geen Russen, want de Russen spreken over het algemeen niet goed Engels. Ik probeer het wel hoor. En ik moet ook zeggen dat ik het gevoel had dat ze me wel omarmden in hun cultuur. Dus in het begin is het dan kat uit de boom kijken. Ja. Maar daarna had ik wel het idee dat ze me wel konden waarderen. En dat ik ook naar zo'n Russische sauna gingen we dan als team uit en zo. Dat zijn wel leuke dingen. Dat zijn echt van die cultuurshocks. Ik vind het belangrijk om contacten buiten het voetbal te onderhouden. Familie, vrienden, et cetera. Want het is mooi, maar het is kort, hè. Tussen je 30ste en je 40ste ben je normaal gesproken met pensioen. Ja. En dan heb je nog... Heb je nog even, als het goed is. Ja, als het goed is wel. Dus ik vind dat ook dat je dat goed moet onderhouden. Wat is Guus Stil aan het doen op zijn 45ste dan? Daar is Guus Stil nog steeds over aan het nadenken. Wat zijn de opties? Ja, moeilijk. Studeren. Ja. Is een optie. Alleen weet ik niet of dat een reële optie is natuurlijk, aangezien je dan weer eigenlijk best wel wat jaartjes uit de running bent. En wie weet heb je dan al een heel ander leven. Huisvader is natuurlijk een optie. Want mijn vriendin heeft ook ambitie in haar vakgebied. En die moet natuurlijk ook wel veel opgeven voor mij op het moment. Ja. Dus ik denk zo meteen als ik klaar ben. Dat het misschien wel andersom zou kunnen zijn. Maar je wilt niet lekker ergens op een onbewoond eiland met je gezin? Ik zou, weet je wat ik nog wel echt graag zou willen? Ik zou nog echt wel graag een Latijnse taal vloeiend willen spreken. Spaans, Italiaans, Frans. Een van die drie, denk ik. Ja? En het liefst eigenlijk Spaans of Frans. Daar heb je natuurlijk het meest aan. Dan kun je hier alvast oefenen met jongens. Ja. Dan zit er hier ook aardig wat Portugezen bij. Wat gebeurt er nou? Oh. Hij geeft zelfs stopborden aan hier. Nou, dan stop ik wel. Mooi man. Hey, en dan nu terug naar Amsterdam. Welke podcast ga je luisteren? Ik luister nu wel eens die van Lale Goel. Van God los. Dus die ga ik misschien wel even opzetten. Ja. En dan ben ik natuurlijk wel heel benieuwd. Hoe rijdt deze auto? Ja. Ja, hij is rap. Hij is eigenlijk te rap voor mij, te snel. Ja, ik schrik er een beetje van, hoe snel die de bocht omgaat, et cetera. We moeten nog wel even die cabrio, want dat is toch zonde. Rijden ja, cabrio zonde. En dan... Ik heb het knopje al gezien, hè? Ik ook, als het goed is. Deze, hè? Ja, kan ik hem ook al rijden doen? Ja, nee, eens proberen. Maar daar gaan de ramen open. Ja, daar gaan de ramen open, ja. Kijk, daar gaat hij. Ah, oké, je moet hem gewoon ingedrukt houden. Kijk. Al rijdend in het cabriootje gaan we. Heerlijk. Ah, dit is ook wel lekker hoor. Vind je niet? Ja, alleen ik vraag me af als je op de snelweg rijdt of het nou ook zo chill is. Nou, dit cabriootje hadden we eerder moeten doen misschien. Toch wel, hè? Nee, ja prima. Lekker. Dankjewel, jongen. Ja, yes, tuurlijk.